Come on, yo, you know what? Come on, yo. I might not always say the right thing, but I say what the fuck I feel on the real. Yo, what's up, party people? Bam! Vrijdag! Eindelijk vrijdag. Vandaag heb ik nog bespreking en dan heb ik vakantie 8 weken lang. Ja, ik vind het ook aardig voor jullie om het te zeggen, maar ik heb gewoon 8 weken lang vakantie. Boom! Ben je nou klaar? Nee. Oh man, waarom moet je altijd alles verpesten? Ze gaat zingen. Wie gaat er zingen? Een meisje. Dat kan ik ook. Ik vind het eigenlijk niet goed hoor. Ja, dat is echt mooi. Echt slecht. Ja, echt slecht. Fijn. Ze zingt vals, man. Hier, mijn oren. Nee. Hey, als ik zo kijk, hè. Als ik zo... Damn, ben Jezus. En zo werken er gewoon moeder van de buurt. Maar, oké, ik ga even... educatief mijn moeder van de buurt doen. En Sjaar, ik zweer je, ik heb een verhaal. Ik heb een verhaal van de tietenman. Fucking bizar, jongen. En ondertussen ga ik mijn teennagels doen met gel. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zweer het je, als er een wedstrijd is over de lelijkste voeten op de aardbol, dan win ik. Ik heb echt, ik weet niet, een of andere knobbel disco teen of zo. Ik weet ook niet wat het is. Maar ik heb dus mijn vingers gedaan. Mijn nagels. Echt super mooi, hè? Echt heel blij mee. Maar nu ga ik dus deze kleur erop zetten. Glitter. Love. Op mijn teennagels. Dus ik ga er ondertussen gewoon... Jongen, zet die klerenherrie uit. Fuck man, super irritant. Zet dan gewoon even ik wil Snoop Dogg op of zo. Nee, even een gangsternummer, maar... waarom doet mijn lamp het niet? Hé, hey, lamp. Doe het eens. Hé, hey, mijn lamp doet het niet. Misschien moet ik stekker erin steken. Dat werkt misschien wel beter. Zo, ik ga gewoon mijn benen omhoog gooien. Het is wel een beetje yoga oefeningen wat ik moet doen. Ben je nou klaar met de kleren, Harry? Bijna! Jongen, ik pak die telefoon, ik donder ik dwars door de ramen. Ik doe het gewoon hoor, het zit me niks. Ja, wacht even. Wat ga je eraan doen? Wat ga je eraan doen? Ja, kom vechten dan. Klap je zo op je voorhoofd. Je bent toch stijf, zei je dan dansen. Dus dan... Ik van dansen. Ja hoor. Jij bent stijf. Ik ben helemaal niet stijf, man. Ik ook niet. Ja, jij zei dat zelf. Kik je in de peanut. Kik je in de peanut. Voor het geval, jongen. Als jij je been nog wat gelift, dan ben ik al 3 meter verder als jou. Mijn been gaat zelf dat licht. Echt niet. Echt wel, maat. Fuck off, motherfucking bull. Fuck off, you fucking bloody wanker. Je bloody wanker. You fucking twat, you fucking glitter tomato. Oké, dan moeten we dus met mijn voet moeten... Jezus. Hey, dit is echt vette yoga, dit. Moet ik met mijn voet, moet ik dus in die lamp. Ja, het is niet echt... het is niet echt handig. Ik had berichten van kinderen gekregen. Die moeten nou naar de middelbare school. En die vinden dat eng. Die vinden dat eng niet vanwege huiswerk of zo. Maar ze zeiden tegen mij dat ze het eng vonden om zo, zeg maar, in de kantine te lopen. Dat, zeg maar, je loopt dus in die kantine en dan zit iedereen daar in die kantine. En dan weten ze niet wat ze moeten doen. Nou, ten eerste loop je volgens mij helemaal niet in die kantine alleen. Want iedereen, volgens mij, iedereen gewoon tegelijkertijd pauze. Heeft iedereen tegelijkertijd pauze bij je? Hetzelfde is wel, maar reden niet. Maar goed, het is toch niet dat je alleen in die kantine komt lopen. Helemaal up in je uppie. Dat iedereen zo zat aan te staren. Nee, dat is helemaal niet. Nee, dus dat gebeurt helemaal niet. En je moet ook niet, ik ga een tip geven. Je moet ook niet, zeg maar, als je, zeg maar, naar je klas gaat en je bent helemaal alleen. Je kent voor de rest niemand. Ga dan gewoon ergens zitten. Dus je moet niet kijken, ook moet bij de populaire horen. Want die vind ik allemaal zo afgeracht en dom. Je moet gewoon gaan zitten en je mond houden en gewoon eens even rond je heen kijken. Want het is net zo fucking dierentuin, ik zweer het je. Je moet dat scheid hebben. Ja, scheid in iedereen. Dus je moet gewoon gaan zitten en gewoon de boel laten. Je mond houden, wel je hoofd omhoog. Niet als een van een grijs muisje daar gaan zitten, want dan ben je gelijk de pispaal. Nee, je moet gewoon rechtop gaan zitten. Hey, en als er dan iemand naar je kijkt en... je kijkt gewoon terug, dan lach je gewoon vriendelijk. En als ze dan zeggen, wat de fuck zit ik nou te lachen? Ja? Dan zeg je gewoon van, ja, ik kan ook wel een rotkop kappen als jou. Maar ik heb van mijn moeder anders geleerd. Dus misschien wil jij even terug naar je moeder manieren te leren. Dus je moet je eigenlijk sowieso gelijk vanaf dag 1, boom, niet de pispaal laten zijn. Maar je moet gewoon alleen gaan zitten als je niemand kan. Gewoon rond je heen kijken. En dan kijk je gewoon met wie je zelf wil horen. Nee, ik ken pas wel mensen hoor. Dus dat is niet dat jij de enige bent die naar die middelbare school gaat. Ja, er zijn er best wel bij die dat doen hoor. Ja, maar ik vind ook niet dat je er maar echt druk over moet maken. Ten eerste heb je... Hou nou zo met die kuttelefoon! Tja! Dus je gaat gewoon naar school. Ja, je gaat gewoon ergens zitten waar de plek is. Je kijkt gewoon een beetje rond je heen hoe die mensen daar zijn.
Oh, dit is zo niet charmant. En dan vind je je plek echt wel. Je vind je echt wel je eigen weg, hoor. Daar moet je echt niet druk over maken. Je hoeft niet gelijk bij iedereen te horen. Dat is helemaal niet nodig. Ik had trouwens, toen ik ging naar de middelbare school en ik kende echt helemaal niemand. En ik had natuurlijk met mijn grote smoel altijd. Ik sla het over mijn smoel in. En toen ging ik naar school. Ik denk dat het de dag 3 was of zo. En ik was aan het fietsen en toen kwamen ze van die 4e klasse, die kwamen naar me toe. En die stopte mij, zeg maar, met mijn fiets. En die zeiden toen tegen mij van, ja, ik heb gehoord dat je over mij hebt zitten lullen. Ik denk, what the fuck, weet je al. Dus ik zeg, denk je nou echt dat ik over jou ga zitten praten? Denk je nou echt dat jij zo interessant bent, dat ik over jou ga zitten praten? Dat ik thuis, ja, met mijn vriendinnen, een gesprek over jou ga beginnen? Ik zeg, jongen, ik heb echt wel beetje te doen met mijn vrije tijd. Hoor. Ik ga zeker niet over jou zitten praten. Nou, dat meisje, en die dacht heel stoer te doen, die wist fucking niet meer wat ze moest zeggen, jongen. Die kreeg zo'n rode kop. Echt waar, zo'n rode kop. En zei ze, ja, je bent echt een kutwijf. Ik zeg, ja, in die 3 dagen heb ik dat vast van jou geleerd. Nou, echt, ja. Iedereen lag helemaal dubbel gewoon. Iedereen ging helemaal, lag helemaal blauw van het lachen. En zij stond echt gewoon voor lul. Dus je moet je eigenlijk sowieso... En ik vond dat best wel eng, hoor. Het is echt niet zo dat ik toen ik 12 was, dat ik dat... Vond ik dat ook best wel spannend om te zeggen. Want ik ging naar mijn... Want ze lieten me er natuurlijk daarna weer door. En ik ging toen naar mijn fietsenrek. En ik stond echt zo van... Shit, wat heb ik nou gezegd, weet je wel. Maar het was wel gelijk klaar. Daarna hebben ze niks meer tegen me gezegd. Je moet gelijk pats, boem. Tuurlijk vind je dat eng. Tuurlijk is dat spannend. Maar je moet het gewoon doen. Klaar. Gelijk pats, boem, erop. Echt, ik stond helemaal te trillen als jaar toen. Ik vond het zo eng, maar ik heb het gewoon gezegd. Ik heb je shit hier. Oh, Aisha, zal ik jou vertellen? Ja. Ik ga jou vertellen over de Tieteman. Nee, ik zweer het je, deze is echt grappig. De Tieteman, die denkt dat wij hem in de buurt willen vermoorden. Ik zweer het je. Ik zweer het je. Hij denkt dus, hij was bij de andere, niet bij mij, maar hij was bij andere 2 buren, was hij aan de deur gegaan. En dan was hij naartoe gegaan en hij wilde zeg maar aan die buren een hand geven. En die buren zei, fuck off, ik ga echt geen hand geven. En hij zegt, ja, want ik heb gehoord dat jullie mij willen vermoorden. Dat weet ik wat hij zei. Ja. Hij zei, ja, dat willen we wel, maar dat gaan we niet doen. Dus hij is echt, ik ben bang, jongen, zometeen, ik zweer het je. Volgens mij komt hij zometeen met zijn machinegeweer en dan knalt hij iedereen af. Dit zijn de dingen. Dus als ik vermoord word, ja, dus bij deze... Leg ik alvast mijn verklaring af. Ja, dan weet ik dat de Tieteman het heeft gedaan. Echt een chef? Straks hoorde je op het nieuws, hè? Terneuzen, hele straat uitgemoord. Dus ik ga denk ik zo'n harnas kopen. Zo'n kogelvrij vest. En met zo'n helmpje op ga ik op straat lopen. Want hij denkt dat wij hem willen vermoorden. Dat willen we ook wel. Dat doen we alleen niet. Oh ja, weet ik wat ik ook een keer mee heb gemaakt op de middelbare school. Dan waren dus die meiden dan, zeg maar, die dan zo achterlijk hadden gedaan. En ik heb natuurlijk een grote zus. En mijn zus is echt super sterk. Die is nog sterker dan mij. Ik ben de 2e sterkste. En daarna kwam zij. Zij de 1e sterkste. En ik had natuurlijk gezegd. En zij zei, what the fuck? Wat denken ze dan niet? Ik zeg, wacht maar, ik kom wel eens eventjes naar school toe. Naar school toe. Dus ze komt de scooter. Echt. En ik had gezegd tegen iedereen. En mijn zus, kom, ik klappen, bitjes. Dus mijn zus, die komt zo op de scooter zo. Weet je wel, zo. En net voordat ze op school kwam, viel de scooter stil. Benzine op. Ging echt zo. Maar dat maakt niet uit. Ze was nog steeds gangster. Dus ze gaan naar school toe. Ze zegt, hé, wie was dat hier zo? Dus ik zeg, ja, die. Dus mijn zus er naartoe. Nou jongen, ze waren nog maar zo groot. Niemand durfde wat te zeggen, hè. Bang dat ze waren, jongen. Echt grappig. Dus de dag daarna, ik zit op school, ik kom op school, kwamen ze weer naar me toe. Zei ze, ja, je laat je zus komen en kan je het zelf niet oplossen. Ik zeg, kijk, nou moet je goed naar me luisteren, hè. Hey? Ik zeg, gisteren had je anders niet zo'n grote bek. Ja, ik zeg, nou, nu kom je wel met je grote bek. Ik zeg, kom dan weer naar buiten. Ik zeg, dan vechten we het gelijk nu uit. Ik zeg, dan vechten we het nu uit. Nee, ze zegt, dat is niet nodig. Ik zeg, ja, dat is wel nodig. Ik zeg, van gisteren met mijn zus had je niet zo'n grote smoel. En nu heb je ineens wel een grote smoel. Nu durf je wel naar me toe te komen. Dus kom maar mee naar buiten. Dan vechten we het gelijk uit. Ik had expres trimmers aangetrokken, jongen. Ik had sneakers aan. Ik denk, trap zo die Nike teken in de smoel. Maar ze kwam niet. Ze kwam niet. Maar ik vond het wel spannend, jongen. Want ik was natuurlijk maar 12. En hun waren al een jaar of 16, 17. Dus ik ging terug in mijn klas zitten. En ik denk, oh, fucking gangster. Ik was wel fucking gangster. Maar ik stond wel te trillen op mijn benen, weet je. Ik vond het echt spannend. Maar nee, ik heb het wel gedaan. Ik had ze in elkaar geklapt ook. Ik had ze om de haar gepakt en dan poef, volle bak tegen die muur aan smeten. Wieze. Maar ik ga het niet zeggen ook. Dus, wat er ook gebeurt op school,
je mannetje staan. Tuurlijk is dat spannend, tuurlijk is dat eng, maar je bek open trekken. Dan sta je daarna met trillen op je benen, je interesseert me niks. Je gaat gewoon je bek open trekken en je laat niet het kaas van je brood eten. Pa! Gewoon, hup! Verzin thuis maar iets wat je zegt tegen iemand, desnoods. Dat je er niet over hoeft te gaan stotteren, maar gewoon gelijk, bam, terugsneren. Ja? Gewoon in je mannetje staan. Klaar. Morgen ben ik trouwens in Zaandam. Bij Joefwat. Oeh. Ken jullie Joefwat van Goede Tijden, Slechte Tijden? Hebt hij gespeeld? Oh, die... Nee, hij speelt ook in Onze Jongens, toch? Ja. Ja, die Joefwat. Dat is wel gang per jongen. Ik wens jullie een prettig weekend. Ja, ik ga lekker met mijn bakkes in het zonnetje zitten zometeen. Want de zon schijnt. Gisteren was het echt fucking aan het regenen. Ik weet niet wat dat is. Het is echt typisch Holland gewoon. Regen, zon. Kan niet gewoon eens een weekje gewoon lekker weer zijn. Maar kotsbeuk. Ik wil gewoon zomervakantie. 30 graden tot aan kerst. Dan ga ik gewoon barbecue met mijn kerst in plaats van kornet. Dat vind ik ook veel leuker. Ja? En volgende week maak ik weer iemand gangster van de week. Doe ook even abonneren. Liken. Delen al die shit. Ik weet niet wat je er allemaal mee kan doen. Even mijn Instagram. Even bekijken, moeder VD buurt, ja. Peace out. Vlieg. Hij wil helemaal zwakker verstelen, jongen. Fuck off, motherfucker.